Francis, je bent een opera diva, zo noem je dat. Ja. En als ik het goed heb, divette. Yvette. En een van je grote voorbeelden, heb ik begrepen, is Callas. Ja, Maria Callas is mijn grootste idool. En ik was vroeger, toen ik puber was, hing mijn kamer dus vol trouwens nu nog. Met posters, niet van Johnny Depp of Beverly Hills 90210, maar vol met Callas. Overal hingen Callas posters. En dan draaide ik vanaf mijn 16e, 17e allemaal platen en cd's. En dan zong ik keihard mee. En dan kreeg ik dan wel pijn van in mijn keel. Want dat was natuurlijk hele grote opera-aria's. En toen dacht ik, misschien moet ik toch maar zangles nemen. Want dat, volgens mij is dat niet goed, dat je pijn in je keel krijgt. En, maar ondertussen was ik helemaal geobsedeerd door Callas. Probeerde ik alles van haar te luisteren, te zien wat er is op beeld. Er is weinig beeldmateriaal, helaas. En een van mijn lievelingsopera's die zij wel ook op beeld heeft, alleen de tweede act, is Tosca. En dat van heb ik Puccini. Van Puccini. Ja. Ja, Puccini is ook mijn lievelingscomponist, want dat is voor mij de meest directe emotionele muziek. En dat de verhalen zijn ook heel erg aansprekend en dramatisch. Het is altijd heel vreselijk tragisch en zielig. Ja. In de bruidenkoop gaat niemand dood. Nee, maar in Tosca heb je drie hoofdfiguren en na twee uur zijn ze alle drie dood. Kijk, Eén wordt neergestoken door Tosca, de ander wordt neergeschoten en zij stort van de Engelenburg naar beneden. En bij sommige sopranen vroeger, als je de technici in het theater niet goed behandelde als diva, dan zetten sommige technici achter decor wel eens een trampoline neer. Dat als die Tosca dan naar beneden sprong van de Engelenburg, dan kwam ze nog 6 keer terug. Weet je wel zo. Dat is altijd een leuk verhaal. Dat is een leuk verhaal. Dat zou een mooi beeld zijn. Maar ik zing altijd heel graag Vis Siddharte. Ook omdat de tekst betekent, ik heb geleefd voor de kunst. Ik heb geleefd voor de liefde. Want Tosca is in de opera zelf operazangeres. En zij zegt deze aria zingt ze op het moment dat ze op het punt staat verkracht te worden door de politiehoofdcommissaris, Scarpia. Die haar vriend gevangen houdt omdat die verdacht wordt van het verbergen van een rebel. Kan je het nog volgen? Ja, ja, ja. Ja. Nou, en dan komt zij to the rescue, want zij wil haar man helpen. En dat is voor Scarpia een goed teken, want hij wil graag met haar naar bed. En hij chanteert haar dus met het martelen van haar vriend door te zeggen, nou, ik stop met martelen. Het is een beetje me too avant la lettre. Ik stop met martelen met die man als jij gelijk op die bank gaat liggen en ik je even kan nemen. En op dat moment zingt zij deze Vis Siddharte. Het is eigenlijk een gedachte. Het is ook later pas gecomponeerd door Puccini, want het was eerst op dat punt helemaal, was er geen aria. Ze werd gewoon gelijk neergegooid op die bank. Maar die diva wilde een echte mooie aria hebben. Dus dat heeft Puccini nog ingecut en paste. En dan zegt ze, God, waarom doet u mij dit aan? Ik heb me altijd goed geleefd, ik ben altijd lief geweest, ik heb altijd mensen geholpen, ik heb gezongen voor u. Waarom betaalt u mij zo terug? Nou, het is niet best. En daarna waar gaat heb ik dit ze liggen, verdiend? Hè? Ja. En dan denkt ze, nou, ik doe het maar om mijn man te redden. En dan ziet ze, terwijl ze naar de bank gaat lopen, ziet ze een broodmes liggen. En die grijpt ze stiekem. En zodra, als dan Scarpia zegt, eindelijk ben je van mij, en hij wil haar grijpen, dan steekt ze hem overhoop. Dat is een mooi moment in de opera. Ja, ja. Ja, en dan is er ook nog een soort executie, waarin zij denkt dat het een schijnexecutie is, maar dat blijkt wel degelijk. Want zij heeft dan ook nog wel gevraagd van, oké, ik ga met je naar bed, maar dan wil ik dat Mario vrijkomt. En dan zegt hij ja, zegt Scarpia, ja, maar dan doen we wel flodders, losse flodders in de pistolen, want de mensen moeten wel, mijn reputatie moet ik hoog houden, hè, dat ik een strenge politieman ben. En dan zegt ze, dat is goed, ik ga akkoord. Maar hij heeft haar natuurlijk belazerd, dus die gozer wordt gewoon echt overhoop geschoten. Ja. Het is een mooi moment aan het eind. Hij moet toch net doen of hij doodvalt? Dan zegt zij, je moet net doen of je doodvalt. Net zoals hoe ik op het toneel doodval. En dan zegt hij, dat is goed, dat doe ik. En dan wordt hij neergeschoten en dan valt hij natuurlijk prachtig dood neer. Want hij wordt echt doodgeschoten. En dan zegt ze, oh, ecco un artista, kijk eens wat een artiest hij is. Zo goed valt hij dood neer. Ja, ja. Als ik er nu aan denk, krijg ik ook kippenvel, want daarna loopt ze naar hem toe en dan ziet ze dat hij echt dood is. En dan gaat ze een partij gillen en schreeuwen. En hoe Callas dat doet, is gewoon om te janken. Super gaaf.
En dat heet verismo, waarachtigheid. Ja, het niet gaat meer om het ware leven. Ja, precies. Net als in de schilderkunst op een gegeven moment. Ja. Niet idealiseren, romantiseren. Nee, gewoon echt. Waarachtig. Het is laat maar zien zoals het direct is. Direct. Ja. Was dat voor de mensen in de zaal niet enorm wennen, zeg maar? Of was het gelijk, viel het wel in de smaak? Nee, het viel meteen wel in de smaak. Vooral Puccini, die is ook tijdens zijn leven heel rijk en beroemd geworden. Ja. En hij hield van snelle auto's en zo, geloof ik. Hè? En jagen. Ja. En hij ging met iedereen naar bed, behalve zijn eigen vrouw. Ja, en het was wel een type, Puccini. Maar een hele Luca, aantrekkelijke Luca, man. Luca, toch? Luca. Ja, Luca. Ja. Ja. Maar laten we wat aan doen. Van ja, Visidante. Je weet toch dat ik ook heel erg van mooie luisterliedjes hou. Ik ben zelf gek op Edith Piaf. Ook Jacques Brel. Oh joh, allemaal. Ramses Shaffy. Nou, daar zijn we helemaal kapot van. Mijn broer kan Ramses Shaffy gewoon echt imiteren. Dan is het net alsof hij Ramses Shaffy hoort. Maar met dat erbij, weet je wel zo. Ja, echt geweldig allemaal. Je hebt natuurlijk hem een jaar of 9 begeleid. Jij kent hem heel goed. Ja, dat weet ik. Want toen ik met Ernst met jou op stap was, omdat Ernst kende Ramses ook. En dat was voor hem ook een grote held. Mijn moeder zei vroeger... Nou, eerst niet. Eerst niet, maar Ernst is later gaan waarderen. En oh, toen nou. Ik heb toen in 97 een tournee met Shaffy gedaan. Ja. En toen kwam Ernst te kijken. En toen kwam hij naar me toe. Dit wil ik ook! Ja, die. Dat begrijp ik. Dat was wel, mijn moeder die heeft hem nog gezien op het toneel ook, Ramses Shaffy, want hij was een goede acteur. En mijn moeder zei, iedereen was gewoon verliefd op Ramses. Ja. Of het nou man was of vrouw, maakt niet uit. Het was gewoon zo'n bijzondere paradijsvogel. Die ook zelf heel mooi piano kon spelen. Uitstekende componist. Ja. Maar ook zo
muzikaal. Omdat, ik bedoel, als je begeleidt, doe ik niet vaak, zeg maar, iedere avond hetzelfde. En sommigen worden daar een beetje hysterisch van. Maar hij vond het juist fantastisch. Nee, ik vind dat ook leuk. Hij vindt dat leuker. Dan zat hij zo van, joh, gaat lekker, weet je. Gregor doet bij mij ook wel eens, doe ik een Schubert-lied. En dan doet Gregor ineens een hele andere begeleiding eronder. Bij die forellen. En dan zeg ik, oh, dit wordt Schubert Bach. Hè? Oh ja. En dat kan ook Schubert Ruiter. Ja. Hè? Dan kan je ineens een hele andere eigenlijk mooie... Eigenlijk is in een beetje, dat is eigenlijk gewoon een soort jodel. Ja, dan kan je ineens een hele gezellige andere melodie ondergooien. En dan moet ik in het begin altijd even bijschakelen. Maar als je goed luistert en een beetje muzikale oren hebt, moet je mee kunnen gaan. Ja. En dat is wel leuk, dan kan je een beetje improviseren natuurlijk. Muzikale intelligentie is dat eigenlijk. Nou ja, ga ik natuurlijk de mist in, dat zal je net zien. Maar... Nee. Maar, wat gaan we nou zien? Wat we doen, wat ik zeg, wat het mooie is aan die tijd, is dat er Franse chansons het over hadden. Die werden dan vertaald in het Nederlands. Ja. En dat heeft prachtige liedjes opgeleverd. Ja, want is Lisbeth List net naar de hemel. Ja. Die zit nou lekker naast Chaffee natuurlijk weer. La 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 te zingen. Ook, ja. La 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 la. Ik wil weer. Maar ik zag haar zingen en zij deed het een beetje met de tand op elkaar. Zij is geen klassieke zanger. Nee, maar wel mooi. Weet je wat ik ook zo'n mooi liedje vind? Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de huur. Dat is ook een Frans ding, toch? Ja, L'autre côté de Couline. Wat ken jij die leuke Franse chansonnier? God, hoe heet die nou, die hier in Nederland woont? Ja, die ken ik, ja. Philippe Elan. Philippe Elan, die zat bij mij in die 100, in die Muppetwand. Nou, en die zingt dat mooi met Therese Steinmetz op zijn Frans. Prachtig! Ja, weet je wat hij ook in het Frans gedaan Montagne. Heeft? Montagne. Ja, nee, ja, La Montagne. Daar is dat het over. Dorp? Nee, dat is het dorp geworden. Is dat het dorp? Dat is van Jean Ferrat. Jean Ferrat. La Montagne. Weet je, die heeft dat ergens in de 60e jaren geschreven, tekst en muziek. En daar beschrijft hij een dorpje waar hij is gaan wonen. En waar dat leeg loopt. Dus de jeugd trekt allemaal naar de stad. En wil dan in van die grote grijze flats. En wil een ambtenaar worden of zo. Ja. En dat is eigenlijk het fenomeen waar wij nu in Europa volop mee te maken hebben. Leegloop vanuit het dorp naar de stad. Maar dat was toen al. Dat was dus toen al. Ja, en later heeft Friso Wiegersma daar een prachtige vertaling. Ja, en die staat op nummer 1 in de Radio 5. Nostalgische top 1000. Kijk. Van Wim Sonneveld. Een slagerij. J van de Ven. Ja, zullen we hem doen? Want dat vind ik ook, dat is mooi. En dan, mensen kunnen thuis meezingen, als ze willen. Als ze dit gaan zien, toch? Ja. Vooral bij langs, daar moet je dan mee. Ja, het moment. Het moment, ja, daar. Zullen we hem doen? Heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar, een paard, een slagerij, J. van de Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. De vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Min en haar dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag
dus mijn eigen filmpjes opnemen, hè, op YouTube ook. En wat mensen heel mooi vinden en wat het meeste is bekeken, zijn twee liedjes. Oké. Okay. En die heb ik jou gegeven. En die heb ik gekregen, oké. Okay, die heb jij gekregen van mij. You Never Walk Alone? Ja, ik ben namelijk ook een Feyenoord-liefhebber, daar ga je al. Maar You Never Walk Alone, wel met 1,5 meter afstand tussen elkaar, is een lied wat komt uit Carousel. Ken jij die musical van Rodgers en Hammerstein? Ja, nou ja, ik weet van het bestaan ervan. Het is een heel zielig moment wanneer dat wordt gezongen. Want het gaat over een vrouw die haar man verliest, die gaat dood. En dan op een gegeven moment, dan komt er een vriendin en het is een vrouw die het zingt om haar te steunen. Dat ze haar man heeft verloren en ze is net in verwachting schijnbaar. En dan later, zie je in die film ook, een soort technicolor film. Dan is dat kind groter geworden, die krijgt het diploma en dan zie je die vader nog als een geestesverschijning komen van het is goed, alles komt goed. En dan hoor je nog helemaal in een koor, hoor je nog You Never Walk Alone. Maar ja, het wordt natuurlijk altijd door die voetballers ook gezongen, omdat Liverpool het altijd zong. Omdat je... Als het misgaat, want bij Feyenoord gaat het heel vaak mis. Is dat zo? Ja, dat is heel erg. En het is niet leuk om Feyenoord-fan te zijn, niet altijd. Nou, 2 jaar geleden was het. 2 jaar geleden waren we helemaal hysterisch. Ja. Maar zodra Lee op die stip begint te zingen, dan is iedereen één. Dus ik zou zeggen... When you walk through a storm. Sound of Music nog? Ja. Nou, daar zit toch die prachtige oude non. En daar herken ik mezelf altijd in. Die moederoverste. Die. Ja. En ik ga ook... Ik zie met het ook die deur en dat raam. Zo. Ja, dus als je een deur dichtgooit, doet God ergens anders een raam open. Een mooi beeld toch? En zij helpt Maria altijd. Hè? Maria van Trapp. Want die zit dan helemaal in zakken als dat ze verliefd is op een man. Terwijl ze eigenlijk in het klooster moet en zo. Hè? En dan helpt... moeder overste haar leven te volgen. Zij moet haar leven leiden wat haar wordt gegeven door God. En dat is blijkbaar bij die kapitein. En dat zegt zij dan. En ik voel me altijd die moeder overste met diezelfde onderkin en zo. Dus het wat mooi wordt weggewerkt door dat habijt en zo. Ja. Dus ik wil... En die later, tekst is gewoon heel mooi. En toen ik... En later verstopt ze nog, hè? Ja! Geweldig verhaal. Schitterend. En... ik heb het ook gezongen als Gay Pride ambassadeur. En toen ineens kwam die rainbow heel goed uit. Ineens gingen al die homo's op die rainbow helemaal stuk. Ja. En alle homo's kijken naar Sound of Music. Dus die kennen dat allemaal van haven tot gort ook. Ja, ja. Dus het was gelijk een soort
strijdlied ook. Heb jij een soort zacht beginnetje. Maar ik vind het zo leuk als je wel die klokken in het begin even doet. Heb je nootjes? Nou ja, als jij dan even dit zo een beetje ramt, dat is mooi. Dat is het gelijk zo majestueus, weet je wel. Zo. Oh ja. Snap jij wat ik bedoel? Ja, ik snap dan komt, dan, ah, ja. Dan hoor je die kerkklokken ineens. Majestoso. Ja, en dat is, ja, die, dat bedoel ik. Nou, daar gaan we al. Hier, daar heb je er. Graag super gedaan. Graag gaaf gedaan. Dat je hier wou zijn. Heel graag gedaan. En hopelijk tot snel, Henk. Ja.